Meertaligheid is zeer belangrijk, zeker in de Brusselse context. Wij komen in de klas vaak meertalige kinderen tegen. En wij leren dan in onze lessen Nederlands omgaan met de meertaligheid in de klas. Ook zijn wij zelf een meertalige opleiding. Wij worden ook soms TTLO genoemd, van tweetalige leerkrachtenopleiding. Wij werken dus samen met een Franstalige hogeschool, Francisco Ferrer. En wij gaan daarmee aan de slag. Wij organiseren activiteiten met de kinderen. Wij gaan samen naar school en wij geven les in de andere taal, in immersiescholen, om dat ook eens mee te maken in het Frans en in het Nederlands. Wij doen met de studenten van het HEF ook andere activiteiten samen. Wij hebben een theaterproject waar we samen met hun leren drama spelen in Montagne Magique. En dan werken wij samen en dan leren wij theatertechnieken die je ook kan inzetten in de klas.